Godverdamme, oh godverdamme. Hij is op, ik heb dorstig. Nee bro. Ik heb hem uitgezet, jij kunt nu gewoon praten. Is this mic on? The fuck this mic! Brain farts. What's up bitches? Welkom bij weer een nieuwe Brain Farts. Mijn naam is Nessim. En ik ben Nessim niet. Nee, dat klopt. Jij bent Fraser. Dat klopt. Wie? Fraser Lord. Fraser Lord. Ik ben Fraser Lord. Ik ben er 30 jaar later achtergekomen dat mijn vader eigenlijk Mohammed heet. Oh. Ja, bro. Waar komt Said vandaan dan? Het is zijn tweede naam. Mohammed Said? Lijp, bro. Al-Hamadi. Ja, bro. Lijp. Gek, toch? Lijp. Hij heeft mij nooit verteld. Wie is mijn vader? Ik weet niet wie zijn vader is. Maar je vader is gewoon Mootje. Hij is gewoon Mootje, bro. Mootje nice. Van de buurt. Mootje van de buurt. Dat is gek. Hebben jullie namen betekenissen? Nee. Ja. Mijn naam betekent lentebriesje. En precies dat geluid wat Nootje maakte, is het. Gewoon een scheet. Ja, lentebriesje. In de lente. Nou, goed. Hey, zullen we gewoon beginnen? Ja, graag. Ja. Ik, Nederlander, ga al 2 jaar naar dezelfde kapper. Staat er Nederlander bij? Ja, ik, Nederlander. Oké. Okay. Moest die even benoemen. Oké. Okay. Ja, hallo, kom nou. Ik, Nederlander, ga al 2 jaar naar dezelfde kapper. We hebben het altijd over de Turkse keuken, voetbal, mooiste plekken in Turkije en dat soort onderwerpen. Ja. Tot ik er vorige week achterkwam dat mijn kapper Marokkaan is en überhaupt nog nooit in Turkije is geweest. Nu durf ik niet meer terug te gaan. En terecht. Je bent een racist. Ja, gewoon zo van uitgaan. Oh, hij is Turk. Ja, iedereen is Turk. Iedereen is Turk. Ja. Ja. Vind jij dat Nederlanders gewoon naar Nederlandse kappers moeten gaan? Of vind je dat ze gewoon opschietje moeten komen halen bij ons? Heel eerlijk, ik vind het wel altijd heel gek als ik een Nederlander zie bij mijn kapper. Ja, ik ook. We hebben dezelfde kapper. Sharon en Ser. Ja. Maar... Want ik heb het gevoel, Nederlands haar is anders haar. Wij hebben stugger haar, toch? Ja. Dus zeg maar, die opscheer, die werkt. Ja, Nederlanders hebben gewoon slap, levenloos haar. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wat ik ook nu heb. Het is zo heel zacht en... Ja. Ik heb al 3 dagen niet gedoucht haar. Nee, maar... Iedereen is moe. Ja. Je haar is moe, ze stinkt. Kijk naar Noortje. Ja. Ja. Ja, maar ja, Noortje, jij doucht 1 keer per week je haar? Ik douche 1 keer per week mijn haar. Ik douche 1 keer per week mijn haar. Je wast het. Ja, wat doe je? Klekkel. Ja. Je wast 1 keer per week toch je haar? Ja, zoiets elke 5 dagen. Zie je? Haar hoofd stinkt. Nee, ik was mijn hoofd met water, maar niet met zeep elke keer. Dat is Nederlands haar, bro. Ze heeft een beanie op om die paddenstoelen te verbergen. Die korst die op haar hoofd groeit. Fucking kabouters met paddenstoelen daar. Nee, maar ja. Nee, dat niet per se omdat hun haar raar is. Maar gewoon, ik vind het raar of zo. Ja, dat ze naar de Turkskapper gaan. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik van, doe wat je moet doen. Doe wat je moet doen. Als je niet hebt gedaan, was je daar niet. Doe wat je moet doen, bro. Het zijn die dingen. Snap je? Maar ja. Het is wel zeg maar echt iets Nederlands, zeg maar, om gewoon ergens van uit te gaan. Ja. Maar goed, ik ga niet voor je liggen. Wij doen het ook. Ja, maar is dat racistisch? Ik denk dat iedereen op de wereld wel gewoon racistisch is. Zeker, in een zekere 100%. Zin. Je gaat me niet zeggen, toch? Maakt niet uit welke afkomst je bent. Ja. Dat er niet 1 afkomst is waarvan jij denkt van, die stinken. Ja, precies. Toch? Ja, je hebt altijd wel iemand die stinkt. Van, die afkomst, ja, ik weet niet. Jullie stinken of ik mag jullie niet. Maakt niet uit wat jouw afkomst is. Je hebt sowieso... Iedereen is racistisch. Ja, een beetje wel. Iedereen heeft iets in zich. Noortje, een afkomst waarvan jij denkt van, ja... Ugh, gadver. Waar jij een vooroordeel over zou kunnen hebben. Wat zou het zijn? Zeg het nou. Bro, zij heeft 1 in haar hoofd. Ja, bro, 4. Zij heeft 4 in haar hoofd. Wat zij wil niet zeggen. Marokkanen, Turken, Adriaan, Somalië, stik allemaal. Ja. Kom op, eentje. Eentje kan wel, toch? Eentje, man. Kom op, man. Als jij het zegt, zeggen wij het ook. Ja. Hier mag het, Noortje. Hier mag je vooroordelen. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Je weet het wel, man. Kijk, dit vind ik dus niet kunnen. Je hebt sowieso 1 volk in je hoofd. Ja. Maar je wilt het en je durft het niet te zeggen. Je hoeft niet te zeggen stinken. Wat. Nee. Je hoeft niet te zeggen wat je vooroordeel gewoon is. Vieze mensen. Nee. Je hoeft niet te zeggen wat je vooroordeel is. Maar gewoon een volk waar jij een vooroordeel over hebt. Maar je hoeft hem niet te delen met ons. Ja. Duitsers. Duitsers. Zie je? Ja. Zie je? Altijd boos. Maar wat is je vooroordeel? Stinken. Oké. Altijd boos. Ja, Duitsers. Duitsers geen humor. Ja.
Geen humor lijkt mij. De Duitsers zijn niet grappig. Vieze seks. Ja, Belgen dom. Ja. Nederlanders racistisch gierig. Gierig. Nee, eerder gierig. Ik vind Belgen racistischer dan Nederlanders. Tegenwoordig wel een beetje racistisch. Ja, oké. Okay, ja, ja. PVV. Nummer 1, hallo. Gierig racistisch. Ja. Indische mensen vies eten. Streetfood, heb je gezien hoe ze die streetfood maken? Okselberger gewoon. Met zijn voet. Wil je broodje? Hij snijdt vlees met zijn voet, bro. Hij zet die dingen in zijn kont zo. Kom zo. Geef jouw broodje. Vies. Ja, ja, ja. Zuid-Amerikanen drugs? Ja, drugs gebruiken en verkopen. Ja, ja. Allebei, heel veel. Ja, ja. Alle Zuid-Amerikanen ook. Niemand is veilig, zeg maar. Ja, ja. Afrika, mensen vechten met leeuwen. Olifant. Ja, ja. Gek. Bord in lip. Ja. Turken. Ja, maar dat is wel erg. Hè. Zeg maar, we hebben op school een bepaald beeld gekregen van Afrika, ja, bro. Klopt. Want zeg maar, deze teringlijst hebben zeg maar, alles gekoloniseerd daar. Ja, ja, ja. En ze hebben al die geschiedenisboeken van ons gevuld met allemaal shit die zij willen dat wij gaan leren, zeg maar. Bro, ik heb de gekste dingen gezien, bro. Bord in lip, lange nek, hutleven. Wij ook. Alleen maar dat. Wij ook. Maar geen mooie dingen of goede dingen. Of normale mensen, normale want die mensen heb je daar ook gewoon. Ja, bro. Alles daar. Oeloeloeloe. Bro, ik was 16 of 17 toen ik erachter kwam. Dat bijvoorbeeld, weet ik veel, als je Centraal-Afrika gaat of Westen van Afrika. Dat ze daar ook gewoon steden hebben. Ja, ja, gewoon gebouwen. Ja, bro. Je moet beseffen, we hadden een basketbaltrainer, junior. Yeah. Die ken je nog wel, toch? Yeah. Bro, hij werd teruggestuurd. Naar waar? Naar Angola, als ik het goed heb. Oh, de? Dus hij deelt het met ons, toch? Van, yo, ik ga teruggestuurd worden. Maar het was gewoon voor effe of zo. Je weet toch, maar een jaartje of zo. Uitzwaaien bij zijn kano. Nee, maar dus heel de sfeer ging zo van, oeh. En hij zegt, ja, boys, doe rustig. Het is niet jungle. We hebben daar gewoon, we hebben daar gewoon steden. Je weet toch, het is niet zo erg, zegt hij. Zeg maar. Maar toen besefte ik, oh ja, ze hebben daar ook gewoon steden. En gewoon ze hebben gewoon skere plekken, maar ook gewoon fucking normale plekken. Ja, ze hebben ook gewoon normale plekken. Zeg. Maar door TikToks, schoolboeken ik en Giro 555. Ik zie soms TikToks voorbij komen van Afrikanen die zeg maar dan filmen over van, you guys say we don't have water. En dan zien ze helemaal met water gooien en flessen. En ja. Dat is wel een beeld die in ons hoofd zit. Klopt. Ze hebben daar nooit water in shit. Klopt. Ja, ze hebben daar gewoon water. Ja, niet overal. Maar ze hebben het. Klopt. Ja. Maar ja, dat is lijp. Maar ook in Nederland heb je plekken zonder water. Er zijn mensen, hun water is afgesloten. Dat is wel zo. Je weet toch? Man. Wat doe je dan? Ghetto. Ja. Wat is je vooroordeel over Marokkanen? Ik zet je raar op de spot. Voilà, ook met mijn, we beseffen hoe makkelijk wij over alles hebben gezegd. En ja, maar met Marokkanen staat het boos, bro. Ze zijn altijd boos, bro. Je mag niks zeggen, goed of slecht zijn, maar ze worden boos. Hoe bedoel je, we hebben lekker eten, wat wel? Doe rustig, ik zeg iets goeds. De tering. Ik heb één keer gezegd dat ik shabakia niet lekker vind. Die heet toch die hele gekke, zoetige ding van hem? Nee, ik ken het niet, man. Dat is zeg maar wat, misschien wat, van zien. Ja, zeg maar zo'n zoetige ding, zeg maar. Hoe ga je dat niet lekker? Ja, ik vind het niet lekker. Ja. Het smaak. Ja. Mag ik smaak? Ja. Mag ik smaak? Nee, ik zei ook laatst tegen een mokro, gewoon Mattie, ik zeg tegen hem van... hij zag, ja, Marokkaanse keuken, beste keuken van de wereld. Ja. Ik zeg, bro, nee. Ik heb twee dingen. Ik zeg, het is lekker. Couscous. Ik zeg, het is lekker, ik chap het. Je weet toch, als ik tajine voor mijn neus ruik, lekker, ik chap het. Ik zeg, maar... Twee dingen, ik ga max. Niet voor je liegen. Drie, harira soep erbij. Ik zeg, er zijn al drie dingen, zeg maar. Drie landen waarvan ik het eten al lekkerder vind, zeg maar. Je weet toch? Ik zeg van, maar geef niet. Ik zeg van, je bent mokro. Ja, snap dus ik. Jouw Marokkaanse hart zegt dit natuurlijk. Ik zeg van, tuurlijk. Doe snap dat. Je wat ik bedoel? Ja. Doe je ding, zeg maar. Ja. Maar het is niet waar. Het zijn geen feiten. Het zijn geen feiten. Nederlands eten is pas goor. Nee, man. Wat? Stampot aan Davy? En alleen dat. En dan? Stampot aan Davy. Frikandel? Is dat een gerecht? Is een gerecht, bro. Frikandel. Man. Frikandel. Wat vind jij het lekkerste gerecht op Nederlandse bodem, Noortje? Ik hou wel van haring. Ja, haring is wel gek. Ik ga niet voor je liggen. Kaas, sowieso. Haring. Ja, maar dit kaas. Zijn geen gerechten, man. Je noemt nu ingrediënten. Nee, noem een gerecht op. Net als stampot aan Davy. Dat is nou een gerecht. Stampot boerenkool. Ook lekker, klopt, maar andijf is wel lekkerder, hoor. Dat zure zo. Bitterballen. Ook een gerecht. Slecht, zeg. Als dit, sorry, maar als dit jouw top 5 is, dan is je Nederlandse keuken poep. Ja, maar het is ook niet poep, bro. Echt. Ze hebben één gerecht. We hebben shish kebab, we hebben fasulje, we hebben lahmacun, we hebben taboula, we hebben koolzi, we hebben gekste eten, bro. Ja. Wat doe je hier dan? Wat doe ik hier? Ik wil hier niet zijn. Ik moet hier zijn, ik werk.
Als ik genoeg had, ik was onder de zon ergens, ja. Man. Shit, ja. Maar ik moet hier zijn, man. Kut belastingdienst. Oké, maar luister, de beste... Dus, om even terug te komen. Ik vond dus de Marokkaanse keuken niet de beste. Ja. Niet omdat het niet lekker is. Het is lekker, maar broer, Libanees eten, volgens mij kan daar echt niks tegen op. Nee, man. Toch? Nee, man. Libanees eten wint, bro. En ik ga ook niet voor je liegen. Antillianen hebben ook wel echt lekkere gerechten. Ja, maar ook maar drie. Maar niet veel. Maar niet veel. Ja, klopt. Ja. Maar het gaat mij niet om hoeveel. Je weet wat. Het gaat mij gewoon hoe lekker is. Nee, maar ik vind, je keuken moet gewoon lid zijn. Jij moet voor mij een menukaart brengen. Klopt, met, klopt. En alles is gek. Klopt. Maar kom niet met dingen. Ja, we hebben twee lekkere. Ga wat? Twee lekkere dingen. Daar ben ik beu in één week. Is ze. Je hebt alles gehad. Is ze. Oh ja. Conclusie? Conclusie... Buitenlanders hebben honger. En Marokkanen zijn boos. Noordje is racistisch. Noordje is gek racistisch, man. Shit, man. Shit. Waarom zeg je dat allemaal over die mensen? Man? Shit. Ja, maar waarom zeg je zoveel dingen over Marokkanen? Moet je niet doen, man. Mijn vriendin stond een tijdje terug over de wasbak gebogen. Nice. Ik ging achter Help me, stepbrother. ik ging achter haar staan en zei in haar oor waar ik zin in had. Toen ze zich geschrokken omdraaide en me woedend aankeek. Ze had AirPods in en was met haar moeder aan het... Where the baby? Hij gaat naar haar toe, hij zegt... Stop. doe hier even zo'n sensuele nummer onder. Wie ben ik? Jij bent die chickie. Oké. Okay. Hey, ik ga jou vanavond helemaal uit elkaar halen. Weet je nog dat ik zei dat ik je kont niet zou eten? Vanavond, ik moet je avond. Mam, ik moet even hangen. Hey, bro, zeg maar die maal wordt. Goh, vaak ga je kont eten. En daarna ga ik drie vingers erin zetten. Daarna ik zoen je, proef je kont. en ik proef mijn vingers. Die moeder hoort alles. Hey, man, ik zou mijn schoonmoeder nooit meer kunnen checken, man, bro. Ja. Faya, man. Ja. Ben je een prater? Wat tijdens? zeg je dingetjes? Oh, fuck ja. oh, fuck ja. Fuck ja. Fucking ass. Fuck ja. Fuck you, your ass. fuck you, your ass. Fuck ja. hey, shut up, man. Prater. Ja, maar ik zeg gewoon dingen van, oh, je bent zo geil. vind je lekker? Ja, vind je lekker, hè? Ja. Zulke dingen. Jij? Ja, of ben jij gewoon zo'n stille stotergoed? je zegt niks. Je hoort jou niet eens ademen, gewoon. je houdt je adem in, alles. Over 2 minuten in, nee, ja, ik ben ook een prater, man. Wat zeg je? Dat ik ook een voorbeeld hebben. ja, ik heb ook dingen gezegd. Zeg ja, gewoon ook hetzelfde, ja. Oh, fuck. Oh, God. Ah, ja. Oh. You like this dick, yeah? Ja, you like this dick. ja, eet het. You like the circumcised dick? hey bro, shout out man, bro. Kom op, man. Als je dingen niet hebt gezegd, heb je dingen niet gezegd. See? Als je het zegt, zeg het met chest. Ja, yeah, zeg het. Bro, zeg dingen gewoon, man. Je moet praten, bro. Jouw vriend was doof of zo, toch? Wat gaat hij ook alweer? Hij kon niet ruiken, hè. Wat was er nou? Hij zegt gewoon, lopen lekker. Nee, maar Noortje, even serieus. Ben jij een prater in bed? Noortje? Shit, man, Noortje. Ik dacht dat je open en eerlijk was met ons. Wil jij misschien niks delen over je privéleven? Nee. Noortje? Nee, nooit zoveel. Ze is klaar met ons. Noortje is boos. Denken jullie dat meer mannen of vrouwen praten tijdens de seks? Ik denk meer mannen. Ik denk vrouwen. Ik denk meer mannen. Ik denk vrouwen. Donnie? Donnie. Vrouwen. Shit, man. Ja, al 2 Donnie, bro. Vaak, man. 2 Donnie. Weet je wat? En wat zijn, kan je eens opzoeken, wat zijn de meest gezegde zinnen tijdens de daad van vrouwen? Wat zeggen ze? Ik kom. Oh mijn god, gaat door. Ja. Oh, Nootje de rust. Nootje de rust. De luisteraar thuis wordt gek. Rustig, Noortje. Oh mijn god, gaat door.
maar zeggen. Zeg je dat ook, zeg maar, zo tijdens de daad, zeg maar. Zo heel als Alexa. Oh mijn god, ga door. Oh mijn god, ga door. Wat ook belangrijk is, praat niet te snel, neem de tijd en probeer niet te lachen. Terwijl je het zegt. Nee, dat is wel een goeie, maar niet lachen, man. Oh, maar tijdens die oh mijn god, ga door, bedoel je? Ja. Maar is oh mijn god, ga door, zeg maar, het gekste, zeg maar? Is dat het? Is dat het meest voorkomende. Oh. Meest voorkomend. Oh. Oh mijn god. Ga door, niet stoppen. Oh mijn god, ga door. Niet stoppen. Niet stoppen. Niet stoppen. Yes, ik ben al klaar. Yeah. Ik was al klaar. Had je niet meer, heb je niet wel eens gehad dat je eigenlijk al klaar was, maar je zit zeg maar in die motion en je denkt van fuck man, zij zitten zo goed in die motion, ik moet door. Ik heb wel eens gehad zeg maar dat van, ga door en dan, nee. Waarom stop je? Nee. En je zegt, sorry, wil je cornflakes? Ik heb melk aan. Nee, man. Faya, man. Heb jij die nee nooit gehad? Nee, maar ik heb wel een paar teleurstellingen gewoon gehad. Van ja, gewoon nu al. Ik heb mijn schoenen niet eens uit. Ja, is faya, bro. Hé, hey, bro, luister. Je moet doen wat je moet doen. Nee, en als je het niet doet, dan heb je het niet gedaan. Snap je? Dat zijn die dingen, bro. Aan het einde van de dag, bro, be a man. Kom klaar wanneer jij wil. Ja. Shit, man. Ja. Wees man. Wat is eigenlijk het gemiddelde... Snelheid? Snelheid van klaarkomen bij mannen. Dat is een fucking goede vraag. Ja. Ik weet het niet. Ik denk 4 minuten. Ik denk eronder. Shit. Donnie? 7 minuten. Yes! Wow! Yes. Maar 7 minuten is... lang. Aardig lang. Ja, 7 minuten gemiddeld. Maar 7 minuten stoten of 7 minuten met elkaar rust, tegenkomen? Pauze. Je date. Drinken. Weet je? Ja. 7 minuten? 7 minuten is lang hoor. Gewoon tak, 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 tak. 7 minuten bekjes, bro. Ga niet redden, man. Deze snelheid, hè? Ja, nee, man. Nee, bro. Dan is het gewoon echt 20 seconden. Ja. Dan weten jullie dat ook weer thuis. Mijn zoontje heeft Down-syndroom. En een tijd geleden stond ik met hem bij de kassa van het tankstation. En waren 2 gasten voor ons in de rij hem aan het uitlachen en veel te luide grappen aan het maken over hem. Dat vind ik niet kunnen. Nee. Buiten zag ik ze in een busje stappen met de naam van een loodgietersbedrijf erop. En nu schrijf ik wekelijks hele slechte recensies op Google over deze firma. En terecht. Ja. En terecht. Ja. Ja. En dat kan je niet maken. Nee. Als ik zeg maar mensen met Down-syndroom, ten eerste fucking cute altijd. Ja. Super aardig altijd. Ja. Beetje agressief soms, maar dat kan vanwege die tantrum zeg maar zijn die ze wel eens hebben. Maar over het algemeen heel aardig. Ja, ja. Weet je? Ze zijn heel blij altijd. Ze zijn heel enthousiast. Ja, 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 ja. Maar ik vind niet dat je kan mensen niet uitlachen die een beperking hebben. Nee, zeker dat is fijn, bro. Nee. Want het kan, jezelf overkomen. Ja. En wat doe je dan? Ga je eigen kind uitlachen? Ja. Ik heb wel, kijk, als ik soms zeg maar iets zie op social media... van mensen met een beperking. Ja. En het is grappig, lach ik. Tuurlijk, maar dan is de daad grappig. Of wat ze zeggen op dat moment grappig. Dan vindt iedereen dat ook wel grappig. Ja. En dan is het gewoon cute grappig, zeg maar. Ken je die, ik weet niet of je het filmpje kent van die guy. Hij is zeg maar een persoon die zeg maar helemaal ingeklapt is. Naar achteren toe in zijn hoofd. En hij is zo aan het springen op het podium. Heb je dat filmpje wel eens gezien? Oh nee, man. Hij was zeg maar een soort van aan het dansen. Maar hij heeft niks. Hij heeft een romp. En hij is zeg maar helemaal fucked up. En hij is aan het dansen. En mensen zijn zeg maar... Ja, bro, doe wat je moet doen. Ja, snap je? Maar het is wel grappig. Ja. Dus je kijkt ernaar. Tuurlijk. En je lacht. En daarna ga je naar de hel. Maar je kijkt en je lacht. Je hebt gelachen. Het is normaal, bro. Ik vind dat je er gewoon money mee moet verdienen, als het kan. En rapper shorts. En rapper shorts. Ja, dat is ook een beperking, hoor. 100%. Maar dat is gewoon dan in de idde. Ja, zijn ouders zijn wel familie. Maar ja, kijk. Weet je, kijk. Heel Nederland lacht hem uit. Ja. Toch? Ja. Maar als... Jij of ik, of iemand anders dan bijvoorbeeld een grap maakt... Is het erg. Over iemand met een beperking. Dan zo, oh, wat erg! Ja. Oh, jullie hebben geen... En dan denk ik van, ja, maar de rapper Shores vind je lauw. Ja. Grappig. Maar dat is grappig. Mijn goaltjes uitlachen. Ja, dat maar dat kan niet. Dat kan dan ook niet, toch? Nee. Als het niks kan. Nee. Maar en sowieso wel. Alles, ik vind sowieso dat alles wat wij zeggen... is zeg maar vanuit een comedy perspectief. Ja, is, joh, maar, we maken grappen over alles, snap je? Man. Aan het einde van de dag... Gaan we zelf ook niet de hele tijd verantwoorden. Nee, daarom. Shout-out naar Downies, man, bro. Downies en Brownies, bro. Ja, man. Ja, wow. Man. Gek concept, bro. Ja, snap je? Downies en Brownies, laat het gewoon werken. Heb je daar wel eens gechapt? Nee, man. Is gek. Ik ook niet. Gaan we een keer samen? Ja, lijkt me wel lachen. Ja, lijkt me echt gezellig. Lijkt me goed. Ze zijn echt leuke mensen. Ja. Maar stel je voor ze doen hun werk niet goed. Zou je het dan ook benoemen? Zeker. Ontslaan hem. Direct wegwezen. Ik vroeg volgens mij mijn cappuccino, toch? Wat is dit? Hey, Christy, breng je mee. Wat is dit? Hoe ben jij? Breng je manager. Kom nog eentje.
Nee. Goed, conclusie. Noortje is een tuinie. Ik ben vrij groot. Als ik eten bestel, vind ik het vaak gênant om het aan te nemen. Dus als de bezorger er is en ik de deur open, roep ik altijd heel hard: jongens, het eten is er. Terwijl ik alles zelf op ga eten. Vieze dikzak. Vuile papzak. Vuile. Vuile goorstuk roggel. Trol. Vuile dikke. Je bloedvaten zijn te dik. Zit de olie in je aders. Vetzak. Laat wat over voor kinderen in Afrika. Fucking gore. Grote. Vieze. Weg. Vies. Dan ben je echt dik. Dan bestel je echt veel. Nee, maar hij is niet dik. Oh, bedoelt hij vrij groot als in... Pff. Ik denk dat het een dikke vrouw is. Een dikke man boeit het toch geen reet. Dat is wel ik ben dik, laat me eten. Ja, ik eet wat toch. Fuck ik wil. Maar is het vrij groot als in, zeg maar, hij is lang? Nee, dik. Hij is omdat dik. Je bestelt veel, toch? Ja. Je bestelt veel eten. Ja. Dus ik ben groot. Zeg maar. Ken je het filmpje van die chick? Als je lang bent, ben je lang. Die filmpje van die chick van She Ordered a Sandwich. Ja, yeah. Oh my god. I wanted the veggie the sandwich. This is with turkey and bacon. Yeah. Oh my god. I'm gonna try it. Zeg maar, je hebt nooit gegeten. Leugenaar. En bollen. En bollen. Heel de fucking dag zit je bacon te eten. Je lijkt op waard bacon ook gelijk. Yeah. Ja. Oh, they forgot my salad. Weet je, zal ik het zo zeggen. Eén ding wat ik... ik vind het niet zo erg als je dik bent. Wees trots dan. Boeien, wees trots. Wees dik. Drop it. Maar wat ik erger vind is als je een kind hebt die dik is. Ja, die is van jou. Je mag je kind niet dik hebben. En ik denk ook gewoon van... Weet toch, als volwassene doe wat je wilt. Ja, toch. Fuck it. Je bent dik? Omarm het. Ja, omarm het. Wat niemand ga je kan zeggen, jou nog omarmen. Dus. Eten is klaar. Niemand. Omarm jezelf. Maar wees dik, fuck it. Ik heb wel, zeg maar, ik zou nooit dik willen zijn. Ik heb het gelukkig gewoon niet in me om echt dik te worden. Ja. Ik heb één keer dat ik een soort van echt heb losgelaten. Toen zag ik van kleine tietjes. Mm. En van ja, dat is niet goed, man. Nee. Fuck dat, man. Ik wil gewoon niet dik worden, bro. Ja. Gewoon trainen. Ik was wel heel dik. Ik ben nog wel gewoon dik. Jij bent nu mollig. Ja, maar ik was heel dik. Ja. Ik weeg nu... 99,500. Oef. Ik was 92, dus ik ben alweer 8 kilo aangekomen. Jij moet echt 80 kilo, man, bro. Voor de zomer weeg ik 85. 80? Gegarandeerd. Nou ja, 80 weet ik niet. Kan, bro. Ik weet niet of ik 80 red, bro. Maar 85 sowieso. Ik voor de zomer ik sowieso. Ik denk ook dat je lekkerder gaat ruiken. Wanneer jij bent afgevallen. Wat doe je alsof ik stink, bro? Nee, ik ruik niet, lekker, maar bro. Je weet toch? Wat, bro? Wat? Noortje, stink ik? Mag ik iets vragen? Ja. Hebben jullie vrouwelijke vriendinnen? Zeker niet. Tuurlijk niet. Want dit kun je dus nooit tegen vrouwen zeggen. Nee, ik zweer het, ik heb vandaag nog gepost. Ik poste vandaag van hoe vrouwen tegen elkaar praten van... Am I fat? Oh my god, no, you're a queen, you're not fat. En dan boy zegt van, yo, am I fat? Die andere zegt van, bro, ik ken 5 dikke mensen en jij bent 4 ervan. Ja. Ja, dat is echt zo. Vrouwen die doen dat niet. Bij vrouwen is van, ben ik jullie zijn ik niet dik? Eerlijk tegen jullie elkaar. Jullie zijn niet eerlijk, man. Jullie zijn ook geen echte vriendinnen van elkaar. Nee, je wees eerlijk tegen wees elkaar. Eerlijk. Maak elkaar beter, zeg maar. Hoeveel weeg jij, Noortje? Ik weeg 69 kilo. Wauw, dat is een apart getal. Voor iemand van 2,5 meter. Hoe weeg jij zo weinig, man? Je hebt altijd wijde kleren aan, dat is het, bro. Wallah, ik dacht echt dat zij 80 of zo woog. Ja? She ain't bolle. Ik weet niet, ik heb daar nooit echt de gedachte bij gehad hoeveel zij woog. Ja, maar ze draagt zoveel baggy kleren, je ziet het niet. Ja. 69, en je bent wel echt 1,90 of zo, toch? Nee, man. Nee, 1,80. 1,80. Voor een vrouw, bro, basketbal. Hallo, 1,80. Gaat het? Dat is lang, bro. Gemiddelde gemiddelde buitenlandse vrouw 1,55, 1,60. Nee, niet gemiddeld. Gemiddeld, bro, gemiddeld. Ik denk dat gemiddeld 1,60 is. Allemaal klein. 1,60. Over het algemeen zijn Nederlanders gewoon reuzen. Ja, klopt. Nederlandse vrouwen zijn in wel langer. Nederlandse Stefan Struve hier in de studio, bro. Bro, mensen die naar deze podcast luisteren, die weten, die hebben één beeld van Noortje nu. Ze gebruikt crack. Ze stinkt. Down-syndroom. 2 meter. 2 meter. 69 kilo. En dan zie je het echt en denk je, oh shit, valt me. Dat is prima. In welk land denken jullie kortste mensen ter wereld? China. Nee. Indonesië. Ja. Oh, ja. Nederland staat dus wel op 1 met langste mensen. Natuurlijk. Ja. Nederland is fucking groot, bro. Ja. Indonesië gewoon kortste maar, mensen. Maar zou jij met een grote vrouw kunnen gaan? Nee. Hoe moet ik graag? Ja, dat is groot. Dat is groot. Moet ik klimmen? Of moet ik... Nee, man. Nee, ik wil, het moet kleiner zijn. Hoe lang ben jij? Nou, hè? Wat jouw lengte? Ik ben 1,677.
1,76. Oké, stel voor zij is 1,87. Nee, zonder te lang, hak. Man. Te lang. Als je langer bent dan max 3, 4 centimeter. Is gek. Wat is gek, hè, broer? Wat? Ze kan mij in een nekklem zetten, hè, broer. Ik ga niet met iemand die mij aan kan. Ik hoor je. Wat is voor jou de... Stel voor, ze is 1,90. Ik ben 1,85. Oké, ze is 1,90. Poeh. Maar is ze gek? Gek. Bro, ik klim. Ja. Ik pak trap. Wauw. 1,90. Hè? Maar ja, ze groot, is wel groot, maar 1,90. Shit, man. Bro, ik kan gewoon basketbal spelen met haar, bro. Ik hoor je. Goeie. Ze gaat dunk op me. Je hebt gelijk een center. Nee, liefst wel kleiner, ja. Toch? Ja, het liefst maar kleiner. Ook gewoon om te kunnen onderdrukken. Ja, en hoofd ruiken. Ja. Ja, onderdrukken. Ja, snap je? Ik hoor je wel. Daar. Ja. Zit. Gewoon makkelijk om aan te kunnen. Ja, ik hoor je wel. Ik ben aan gooien, gewoon. Ja. Dat is wel handig. Ja. Ja. Hoe lang is jouw vriend Noortje? Ook groot hoor. Die hebben we laatst ook gezien. Hij was langer dan haar. Ja, hij was langer. Hij is bijna 2 meter. Je moet je nagaan, bro. Shit man, 2 meter. Je weet het niet zeggen. Wat lange mens, hè? Noortje! Grote voet! Babyarm daar tussen zijn benen. Grote gekke, wauw. Wauw. Ja, maar ja, Noortje is ook 1,80, bro. Ja. Je kan niet aankomen met... Nee. Dat is fijn, bro. Dus, conclusie. Noortje de vriend heeft een grote lul. Hey, shout out naar je vriend, man, Noortje. Shout out naar je vriend. Shit, man. Grote lul. Trots, man. Zijn we klaar? Het waren ze alweer, man. Wauw, we hebben gewoon afgesloten met Noortje de vriend zijn lul. Ja, dat man. Is mooi. Dat is, ja, er is niks moois dan dat. Ja, man. Dat is soms hoe het leven gaat. Ja, this life, man. En besef dat nu, zeg maar, iedereen die hem kent en onze podcast luistert, die hebben nu allemaal een beeld van hem van, pff, wat zit daaronder? Snap je? Waarom draagt hij zo'n baggy broek? Waarom? Waarom? Hij heeft het nodig. Waarom? Waarom? Hij heeft het nodig, daarom. En Noortje loopt ernaast van. Ja, toch. Nee, ze weten dat het. Ja, bro. Ja, toch? Dat is mooi, man. Respect, man, Noortje. Respect. Bedankt voor het luisteren. Zo. Hè? Ja, zeker. Bedankt zeker. Voor het luisteren, mensen thuis. Bedankt. Je kunt dit ook kijken. Als je nu denkt, ik had hier graag een beeld bij willen hebben. Ja, stel je voor, je wilt ons zien. En ook op YouTube, hè? Ja, ja. Toch? Ja, ja, zeker. Op NPO Luister. We willen Omroep Zwart bedanken. We willen Aquasi bedanken. NPO bedanken. We willen Noortje bedanken. Ja. En natuurlijk de luisteraar en jullie moeders. Ja. We houden van jullie. We houden heel veel van jullie. Tot volgende.